wel een heel bijzonder moment, denk ik, in de geschiedenis van autoontwerpen, wat er nu allemaal gebeurt. Met de overgang van fossiel naar elektrisch. En dan heb je ook nog dat zelfrijden erbij. 6 designerduo's van de TU Delft ontwerpen de auto van de toekomst, geïnspireerd op de levensfases van de Renault Design Filosofie. In deze aflevering zien we hoe de 2 studenten van Team Explore te werk zijn gegaan. Wat we eigenlijk wilden doen met dit concept, een missie voor onszelf, is eigenlijk dat we met ons ontwerp mensen een impuls willen geven om de omgeving en ook de mensen om hun heen te exploren. We hebben geprobeerd ons voor te stellen wat zou de doelgroep van Capture, dus het eerste concept van Explore, hoe zou die eruit zien in de meer volwassene versie? In dat toekomstbeeld van ons komt eigenlijk naar voren dat mensen door ontwikkeling en technologie heel veel vrije tijd voor zichzelf creëren. Wat mensen voor ons doen is die nieuw gecreëerde vrije tijd niet als vrije tijd besteden, maar ze vervallen in een oud patroon waardoor ze gewoon die tijd als werktijd weer gaan zien. De romantiek van het rijden moet er nog wel zijn, denken wij. Zeker als je gaat kijken naar de Explore levensfase, zou dat iets zijn wat niet mag missen in onze optiek. De auto moet zelfverzekerd zijn, moet volwassen zijn, maar ook toch nog wel een beetje avontuurlijk en ondeugend. Dus het moet openstaan voor nieuwe ervaringen. En dat is denk ik het karakter van dit voertuig. Je hebt de stad, je hebt de snelweg en je hebt een soort outback waar je naartoe gaat. Die drie soorten wegen, die hebben ook alle drie hun eigen functie van de auto met de autonome rijstijl. In dat interieur zie je dus ook die drie standen terugkomen met een bepaalde sfeer die erbij hoort. Dus op de snelweg zou je kunnen zeggen, joh, dit traject dat hoef ik niet zelf te rijden. Naar buiten kijken levert ook niet zoveel op. Dan gaan we lekker naar achteren in die auto, zitten we in ons knusse hoekje en kan je met elkaar gaan kletsen wat je wilt doen. De stoelen, wanneer ze naar achter schuiven, en daar heb je een soort malletje eigenlijk waar de stoelen dan invallen. Dus een soort loungebank waar de stoelen invallen, als onderdeel daarvan. Maar daar zou je dus ook kunnen zien dat daar nog twee stoelen uitkomen als het ware, zodat je gewoon een 4-zitsauto hebt. En voor in de natuur hadden wij in eerste instantie meer bedacht, want dan wil je naar de omgeving kijken. Waar ben ik nou eigenlijk? Op wat voor plek? Dat er eigenlijk weinig grens is tussen binnen en buiten. Dus je zou het voertuig als een doorlatend filter kunnen zien. Zo hebben we ook de deuren van de auto zijn heel groot. En er gaat onder een deel naar beneden. En die hele kap is eigenlijk een soort, hoe noemen we dat, gullwing. Ja. Die openklapt, zodat je bijna niet door hebt dat je echt een kokonnetje ingaat. Maar je stapt gewoon door van de omgeving waarin je was in een te beweegbare ruimte. Ja, fysiek is dat dus veel glasgebruik, een reflecterende onderkant, zodat de weg waar je op rijdt wordt gereflecteerd in de body van de auto. Op het moment dat je aankomt bij die auto heb je dat digitale paspoort in de vorm van bijvoorbeeld je telefoon. Als je instapt in die auto, dan kun je die dus in het dashboard zetten. En de auto wordt dan als het ware wakker en dat zie je ook terugkomen door eigenlijk een heel groot mediascherm. Wat een soort wat eigenlijk de interface wordt uiteindelijk. Als je een landschap voor je ziet, dan kun je bepaalde punten herkennen in dat landschap. Met dat is die plek op die en die hoogte bijvoorbeeld, of dat is die en die berg. Waardoor je eigenlijk een soort extra informatie krijgt, wat je ook weer helpt om meer te ontdekken van die omgeving. Dat is eigenlijk wat we met al die communicatie en connectiviteit, wat we willen bereiken. Het mooiste zou zijn als het probleem wordt opgelost wat we in de visie hebben gezet. Dus mensen laten exploren en tot zichzelf laten komen, dan is de missie echt geslaagd. Benieuwd naar de andere ontwerpen en wil je weten wie de Renault Design Award 2017 wint? Volg dan alles op renault.nl/designaward.